Goedemorgen allemaal. Het is 10 uur. Ik stel voor dat we starten. We zijn nog niet allemaal compleet, maar dat druppelt waarschijnlijk in de loop van de introductie wel binnen. Goedemorgen allemaal en welkom bij dit webinar over de haalbaarheidsstudies van de veenweidemaatregelen in het kader van het Klimaatakkoord. Vandaag staan we stil bij het onderwerp, de derde in de reeks van 4 overigens, bij het onderwerp waterkwaliteit, bodemkwaliteit en biodiversiteit. En vandaag hebben we als gastspreker, hebben één gastspreker van het Louis Bolk Instituut, Jeroen Peilman. Deze sessie wordt opgenomen en op de website geplaatst. Als u er bezwaar tegen heeft, dan kunt u er natuurlijk voor kiezen om achteraf na te kijken. En de opname zal ook worden gedeeld voor alle mensen die zich hebben aangemeld. Als jullie vragen hebben, is het een vriendelijk verzoek om die in de chat te stellen. Ik bedenk me ineens dat ik me helemaal vergeet voor te stellen. Mijn naam is Poeymee Sjan. Ik ben werkzaam bij de STOA als programmamanager van het Nationaal Onderzoek naar Broeikasgassen in Veenweide. En daar waar ik zo nog iets over zal vertellen. Mochten jullie vragen hebben, gebruik vooral de chat. Die is daar voor bedoeld. En uiteraard als jullie willen reageren ook in de chat. Ik zal tussendoor tijdens de presentaties ook Jeroen de mogelijkheid geven om te reageren op een aantal vragen. Dus zo hebben we toch enige vorm van interactie. Mochten de vragen nou niet beantwoord worden gedurende deze sessie, omdat de tijd te kort is of omdat we dat even uit moeten zoeken, dan zullen die achteraf in een met jullie gedeeld worden als we ook de opname deden. Tot zover denk ik even de huishoudelijke mededelingen. Wat misschien wel goed is om even kort toe te lichten waarom we dit gedaan hebben, maar ook misschien voor sommige mensen wat het NOBV eigenlijk is. In het Klimaatakkoord is een paar jaar geleden afgesproken dat er een flinke reductie moet komen op de CO2-uitstoot. En voor het Veenweidegebied is daar een reductie afgesproken van 1,0 megaton in 2030. En dan moet ik bij zeggen dat het niet alleen CO2, maar ook CO2-equivalenten. Dus we hebben het ook over methaan en andere broeikasgassen. Wij onderzoeken op dit moment vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma het effect van verschillende veenweidemaatregelen, klimaatmaatregelen, op die broeikasgasemissie. En dat zijn 3 typen maatregelen. Dat zijn waterinfiltratiesystemen. Dus dat zijn de maatregelen zoals we ze kennen. Zoals we ze bijvoorbeeld vaak drukdrainage of onderwaterdrainage worden genoemd. Of ondertussen pompgestuurde infiltratiesystemen. En op actieve of passieve waterinfiltratiesystemen, maar ook het verhogen van slootpeil. En die drainagesystemen, dat kan zelfs tot min 20 centimeter beneden maaiveld worden georganiseerd. Dat onderzoeken wij, wat het effect daarvan is op broeikasgasuitstoot. Maar daarnaast kijken we ook naar bijvoorbeeld het fenomeen natte teelten. En nat is een relatief begrip, want nat is eigenlijk alles van tot min 20 centimeter pak een beet op maaiveld. Dus dat zijn bijvoorbeeld cranberries, gaan we dit jaar ook onderzoeken om te kijken of het ook wat daar de effecten van zijn. En we kijken bij diverse listdolfvelden, maar we gaan dit jaar ook meer kijken naar veenmos en miscanthus en een aantal andere gewassen. En een derde type maatregelen zijn de bodemmaatregelen. En dat zijn allerlei aanpassingen in de bodem. Maar specifiek een maatregel die de laatste tijd heel kansrijk lijkt, althans in een laboratoriumomgeving, is het inbrengen van klei en veen. Uiteraard zijn die maatregelen niet allemaal los van elkaar te zien. Het is natuurlijk ook vaak in combinatie met een ander bedrijfsmodel of een combinatie van maatregelen. Maar binnen het onderzoek kijken we dus heel erg naar de broeikasgasemissie van die maatregelen. Dan is natuurlijk meteen ook de vraag te stellen, ja, als je alleen maar naar broeikasgasemissie kijkt, dat bepaalt natuurlijk niet of een maatregel al dan niet haalbaar is. Dat klopt en daarom hebben wij binnen het NOBV een inventarisatie laten uitvoeren naar de haalbaarheidsaspecten, andere haalbaarheidsaspecten. Niet zijn de broeikasgasemissies. En dat hebben we opgedeeld in een aantal factoren als bedrijfsvoering, betaalbaarheid, waterkwantiteit, waterbeheer. Die drie onderwerpen hebben we in de eerste 2 webinars behandeld. En vandaag staan we stil bij biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit. En volgende week hebben we nog het 4e en het laatste webinar in deze serie. Dat gaat over governance. We hebben de haalbaarheid van de maatregelen vanuit deze aspecten laten inventariseren. En deze inventarisaties laten vooral zien welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid van veenweidemaatregelen en welke kennis we daar eigenlijk al over hebben.
Want er is best wel veel beschikbaar, maar niet altijd bekend. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die we gevraagd hebben uit te voeren. En daarnaast hebben we ook aan de bureaus gevraagd, wat zijn nou aspecten van die factoren wat we nog niet weten, wat je eigenlijk wel zou moeten weten om een goede afweging te kunnen maken voor maatregelen. Dus die twee onderdelen, wat is het belangrijk om te weten, wat weten we al en wat weten we dan ook nog niet. En daarmee biedt het ook een basis voor, bijvoorbeeld voor nieuw onderzoek of pilots. En kun je dus gefocust, gericht je onderzoek insteken. Nou, dit webinar gaat specifiek over biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit. En de inventarisatie die is gemaakt door het Louis Bolk Instituut. Uiteraard met medewerking van heel veel mensen die daarvoor geïnterviewd zijn. En studies die onderzocht zijn. Door Jeroen Peilman, Suzanne Roelen en Nick van Ekeren. En Jeroen Peilman, die wil ik hierbij meteen even introduceren. Hij is onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut. En hij zal vandaag de belangrijkste bevindingen met ons delen. Dat doen we in twee fases, of in twee presentaties. Jeroen begint eerst met de achtergrond van de inventarisatie, wat meer in de algemene zin en welke factoren daarin relevant zijn om te benoemen. En in het tweede deel van zijn presentatie gaat hij ook concreet in op de effecten van maatregelen op biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit. Tot zover mijn introductie. Zijn er voor nu, ik ga heel even kijken of er vragen zijn, kan ik dat zien? Geen vragen. Nou, mooi, duidelijk. Dan geef ik de vloer aan Jeroen. Dankjewel, Twime, voor de introductie. Ik ga mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu allemaal mijn presentatie. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Jeroen. Ja. Oké. Nou, wij hebben dus de haalbaarheid van de klimaatmaatregelen geïnventariseerd voor de aspecten. Dat was iets anders benoemd als Pimé net zei, maar wij hebben het benoemd als NCTPS kringlopen, biodiversiteit, opgaven en ambities. Ik ben dus Jeroen Peilman en ik werk als onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut. En het houdt me voornamelijk bezig met veenweiden. Ik heb dit dus samen met Suzanne Roelen gedaan en Nick van Ekeren. En Nick is ook aanwezig in deze webinar. Ja, zoals Fumé al aangaf, hebben we de presentatie in twee delen opgeknipt. Eerst wil ik iets vertellen kort over de achtergrond en de opzet van de studie en dan iets vertellen over de verwachte neveneffecten op hoofdlijnen van de klimaatmaatregelen. Dat heb ik dan weer ondergesplitst in de vijf thema's. Ik zal even kijken op de eerste pointer. Ja. Heb ik ondergesplitst in de vier thema's, dus de kringlopen, biodiversiteit, diergezondheid en milieu. En dan komt het tweede deel van de presentatie waarin ik dieper inga op vooral deze twee groepen. Vernatting. Zoals hout van melkveehouderij of als je naar natuur of natte teelten gaat. En vervolgens probeer ik een samenvattend overzicht uit te leggen aan het einde. Even iets kort over de achtergrond en de opzet van de studie. Het doel hiervan was het inventariseren van de bestaande kennis en de ontbrekende kennis rondom de mogelijke neveneffecten van 25 klimaatmaatregelen. En die klimaatmaatregelen die had het NOBV voor ons al beknopt beschreven, dus dat was een gegeven. We hebben dat gedaan aan de hand van de literatuur en expertkennis. En daar ruim 80 bronnen voor gebruikt. Nou, dan moet je denken aan bronnen van Nederlandse universiteiten, buitenlandse universiteiten en diverse instituten. Dat is allemaal terug te vinden in het rapport. Wat we hebben aangenomen is dat als je effecten wil beschrijven van maatregelen, dan moet je ook weten waar je vandaan komt. Dus we hebben een soort van uitgangssituatie beschreven op hoofdlijnen en gezegd, nou, dat is een reguliere veenweide, dus een melkveenweide, zeg maar, met bijvoorbeeld derogatie. Dus er is een zekere mate van bemesting, er is een zekere mate van ontwatering. En we zijn ervan uitgegaan dat de maatregelen die genoemd zijn, daar nog niet in aanwezig zijn, zeg maar. En ook wel belangrijk is dat we vooral lokale neveneffecten hebben beschreven. Je kan natuurlijk veel verder gaan dan lokaal, maar daar lag de focus van deze studie niet op. Dus dan wil ik eerst beginnen met het uitleggen of het toelichten van mogelijke effecten op hoofdlijnen.
En ja, daarvoor had ik nagedacht en je kunt het een beetje zien als een soort van puzzel, hè, van wat bepaalt nou de haalbaarheid van een klimaatmaatregel? Want je hebt met allerlei aspecten te maken. Je hebt te maken met die kringlopen van die mineralen. En daar zit de bodem bij, daar zit de chemie zit daarbij. Je hebt aspecten rondom biodiversiteit, je hebt aspecten rondom diergezondheid, rondom milieuregels. Hè. Dat zijn de dingen waar wij op hebben gefocust. Nou, dan heb je nog allerlei andere aspecten. Dus waar de andere haalbaarheidsstudies op is gefocust, zoals economie, bedrijfseconomie, maatschappij. En niet te vergeten natuurlijk ook de broeikasgassen. Dat linkt hem ook deels weer aan die kringlopen hier. Maar het is eigenlijk een grote puzzel. En het idee is van hoe meer je daarvan af weet, hoe beter je hem weet te leggen, zeg maar. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje zo dat die stukken zijn niet helemaal gelijk van vorm, zeg maar. Dus de vraag is ook een beetje hoe goed die in elkaar past. Daar wil ik, dus ik wil jullie meenemen in, zeg maar, wat we weten over dit soort puzzelstukken en waar ze wel en niet min of meer in elkaar passen. En een belangrijke observatie is ook dat ze veranderen of afhankelijk zijn van de plaats en de tijd. Dus de puzzelstukjes in Friesland zijn anders dan in het westen van Nederland. En op korte termijn zijn ze vaak ook anders dan op de lange termijn. Nou, ga ik zo deze vier thema's nu bij langs lopen en daar een aantal dingen over vertellen. Bijvoorbeeld, als je begint bij de stikstof, koolstof, fosfor en sulfaat kringlopen, dan is een belangrijk aspect de organische stofbalans van de bodem. Onder andere omdat er is een beleidsambitie die zegt we willen alle bodems duurzaam beheren. Nou, ik weet niet precies wat dat betekent, want dat staat er niet letterlijk in, maar ik kan me iets voorstellen dat je minimaliseren van verlies van organische stof wil, of misschien wel opbouw. En dat past ook bij de ambitie om broeikasgasemissies en bodemdaling te verminderen. De uitgangssituatie is dat het veen is organische stof. Dus er is heel veel organische stof in een veenbodem. En de veenweiden bevatten daarnaast ook organische stof, afkomstig van bemesting, afkomstig van afstervende graswortels, etc. Maar in de veenweide is de afraak van organische stof eigenlijk altijd groter dan de opbouw, of de vastlegging kan je het ook noemen. En daarom zie je dat de bodem daalt onder andere. Dus de organische stofbalans is in onbalans door die afbraak van de grote afbraak van de organische stof. Nou, dan kan je dus maatregelen nemen, die kennen de meesten van ons wel. Dus vernatten kan je doen, dan neem je zuurstof weg, waarbij de organische stofafbraak, die organische stof niet meer geoxideerd kan worden. Je kan ook denken aan verzilting of verzuring, dan plaag je eigenlijk het bodemleven. Je maakt de omstandigheden voor het bodemleven minder gunstig en dan kan het bodemleven minder makkelijk organische stof verbreken. Of bijvoorbeeld klei en veen, waarbij je organische stof met kleideeltjes probeert te beperken tegen de afbraak. Maar de kernboodschap is dat de veenweide een behoorlijke onbalans kent van organische stof. En dus als je die balans, stel dat je hem volledig wil herstellen, dan ben je stevige maatregelen nodig. Om daar nog een klein onderscheid in te maken. Want de ontwaterde veenbodem, zoals je hem kent in de veenweide, is vooral sprake van aerobe afbraak of afbraak met zuurstof. Omdat je door de ontwatering zuurstofintreding in de bodem krijgt. En dat is de belangrijkste oxidator van organische stof. Maar in een waterverzadigde bodem, of in het waterverzadigde deel van een veenweide bodem, kunnen ook alternatieve oxidatoren zitten. En die kunnen anaerobe afbraak geven, dus afbraak zonder zuurstof. En dat zijn stoffen waar, zoals nitraat, mangaan of ijzeroxide of sulfaat. En daar zit een zuurstof in. De schatting is dat in een reguliere veenweide maximaal 10% van die afbraak anaerobe is. Dus het gros is met zuurstof. Maar dat betekent wel dat als je maatregelen wil gaan toepassen waarin je netto geen organische stofverlies zou willen, of je zou die balans helemaal willen herstellen, dan moet je kijken dat je die oxidatoren voldoende wegneemt. Anders dan zou je alsnog anaerobe organische stofafbraak kunnen krijgen. Dus, en bijvoorbeeld nitraat is een meststof tegelijkertijd. Nou, ga ik naar de volgende. Als je kijkt naar effecten van maatregelen op de kringlopen van deze mineralen, dan is de intensiteit van de stromen eigenlijk
van belang om in te schatten wat dan de effecten zijn op de emissies uit die kringlopen. Nou, waarom? Omdat eigenlijk kan je de kringloopprocessen in een bodem of in een veenweidesysteem kan je beschrijven als een massabalans. Wat erin gaat, kan er ook weer uitkomen. Of het kan tijdelijk accumuleren. Nou, dit is hier een schemaatje van van stikstof uit een ander ecosysteem, maar het werkt ook voor veenweiden. In de veenweide heb je natuurlijke inputs en antropogene inputs, dus van de mens, bemesting, depositie. Nou, in een natuurlijk veensysteem krijg je accumulatie, krijg je veengroei en daar bouwen dus leggen mineralen zichzelf vast. Dan heb je opbouw van organische stof met mineralen daarin. Maar in een ontwaterde situatie heb je eigenlijk een negatieve accumulatie of een afbraak. Nou, en wordt deze voorraad dus minder. En voor stikstof heb je dan verliezen richting de lucht in de vorm van ammoniak, lachgas, stikstofgassen. En je kan verliezen krijgen richting water van nitraat, ammonium. DON, dat staat in het Engels voor dissolved organic nitrogen of wateropgelost stikstof. Nou, en je hebt natuurlijk outputs uit het systeem, vooral in de vorm van gras bij een veenweide. Maar als je hier een veenmos of zo van maakt, dan wordt dit veenmos en dan wordt de negatieve accumulatie waarschijnlijk kleiner dan bij een veenweide, oftewel de emissies worden kleiner dan bij een veenweide. Dus vanuit zo'n systeemblik kan je eigenlijk kijken van, hey, als ik nou de inputs lager of hoger maak, of als ik iets doe aan die afbraak van die bodem, wat gebeurt er dan met mijn verschillende mineralen? Dus nou, in het algemeen kan je zeggen dat veenmineralisatie koolstof, stikstof en zwavelemissies remt. Als je de veenmineralisatie beperkt. Sorry. Fosfor is een beetje een ander verhaal, omdat die doorgaans is opgehoopt in de bodem als gevolg van historische bemesting. Die zit daar gebonden en zodra je het waterpeil opzet, dan kan het gaan mobiliseren. Dus dat betekent dat als je gaat vernatten, dat die maatregelen alleen haalbaar zijn als die korte termijn fosfaatbelasting acceptabel is. Die fosfaatbelasting kan jaren duren, kan decennia duren, die kan kleiner zijn of groter zijn afhankelijk van de uitgangssituatie. Of je moet denken aan andere maatregelen om fosfaat af te vangen. Via uitmijnen of van gewassen in de omgeving wat het opvangt. Of verwijderen. Dus je kan ook denken aan afplaggen. En dan haal je het van die locatie af en breng je het ergens anders naartoe. En dan ja, verplaats je het probleem mogelijk, maar je verplaatst het van die locatie af. Dus dat is van belang te weten voor de haalbaarheid van maatregelen. En daarnaast spelen dus de uitgangssituatie, dus de mate van ontwatering, het landgebruik, de historie daarvan en de specifieke bodem. Omstandigheden die bepalen heel erg die intensiteit, zeg maar, van hoeveel nutriënten input is er, hoeveel zit er in de bodem en hoeveel komt er dan vrij als ik ga vernatten. Dus dat betekent dat maatregelen die je gaat toepassen heel erg maatwerk zijn en dat je niet in de algemene zin zomaar kan zeggen van nou, als ik maatregel A ga toepassen, dan gebeurt er zus of zo met de stikstofemissies, want het is heel erg specifiek voor de locatie. Wat je wel kan zeggen, heb ik geprobeerd in dit figuur samen te vatten, is dat als je de nutriëntenintensiteit en de ontwatering op twee assen zet, dan kan je iets zeggen over waar je kleinere of grote emissies mag verwachten. Wat ik heb gedaan hier is zeg maar op deze x-as nutriëntenintensiteit neergezet. Dus hier zit je intensiever en hier zit je het meest extensief en dat is dan een soort van glijdende schaal. En op de y-as heb je de mate van ontwatering. Dus hier zit je grondwaterpeil rond maaiveld en hier zit je op een diepere ontwatering. Nou, dan mag je verwachten dat je de kleinste verliezen, of mogelijke netto vastleggingen, zoals in een veenmos systeem of een natuurlijk veensysteem, dat zit ergens hier in dat gele gebied. Er zijn weinig inputs, er zijn ook weinig outputs, maar het en gelijk weinig verliezen. Nou, ga je dan bijvoorbeeld naar natuur kijken of naar de teelten, dan zit die ergens in het groene gebied, omdat die vaak met grondwaterpeilen net onder of net boven maaiveld zijn. Nou, en dat kunnen hele zeg maar, nutriënten-extensieve systemen zijn. En het kunnen nutriënten-intensievere systemen zijn. Nou, bij die intensievere systemen mag je iets meer verliezen verwachten. Dus bijvoorbeeld listdodden of riet, die kunnen grotere hoeveelheden nutriënten aan. Uit zo'n systeem zou je ook iets meer verliezen verwachten ten opzichte van een heel nutriëntenarm systeem.
Een reguliere veenweide, zeg maar, die zou je ongeveer hier kunnen plaatsen. Dat is het zwarte vierkant. Dus er is sprake van ontwatering en er is een zekere nutriëntintensiteit. Er wordt bemesting aangevoerd, et cetera. En er is veenmineralisatie. Nou, en ga je nou vernatten door middel van drainage of andere technieken, zeg maar, dan ga je dus het waterpeil omhoog zetten. Dus dan schuift dat zwarte vlak omhoog. Dat is dan die blauwe hier. En wordt die tegelijkertijd ook wat nutriënten extensiever, want je bijdrage van je veenmineralisatie aan de nutriënten stromen op het systeem, ja, die worden kleiner. Nou, en de vraag is een beetje van in hoeverre kan je nou, zeg maar, dit blauwe vlak, hoe ver kan dat nou nog deze kant op met behoud van melkveehouderij? Of je helemaal bij het gele stuk kan komen, dat weet ik niet. Maar dit is eigenlijk een vraag die grotendeels in onderzoek is. Door bijvoorbeeld onderzoeken aan drainagetechnieken, boeren bij hoog water, hè, dus dat je gaat melkvee houden bij hoge grondwaterpeilen. En dat je ook andere maatregelen gaat toepassen om die veenoxidatie te remmen in combinatie met die hogere grondwaterpeilen, zoals klei en veen bijvoorbeeld. Tot zover het thema rondom de mineralenkringloop. En dan kom ik bij de tweede, dat is biodiversiteit. En ik wilde allereerst vertellen, biodiversiteit kan je opsplitsen in vier elementen voor de melkveehouderij. Je kan kijken naar specifieke soorten. Dat zijn bijvoorbeeld weidevogels, heel erg van belang in de veenweide. Je kan kijken naar brongebieden en verbindingszones voor biodiversiteit. Dus dan moet je denken aan als je een veenmosveld zou aanleggen naast een bestaande, dan kan de bestaande een brongebied zijn voor bijvoorbeeld de biodiversiteit daarvan. Er zijn veel voorbeelden te bedenken. Je kan denken aan landschappelijke diversiteit. En je kan denken aan functionele agrobiodiversiteit, dus bodemleven. En in geval van natte teelten ook waterleven. En natuurlijk ook waterleven in sloten bij melkveehouderij. Dus het bevat veel aspecten, biodiversiteit. Nou, ik haal er een aantal uit waarvan we denken dat die belangrijk zijn. Op veenweiden en op veensystemen, veenbodems, is vooral water een belangrijk en verbindend thema. Waarom? Omdat waterkwantiteit is belangrijk vanwege het risico aan de ene kant op verdroging, aan de andere kant op zeer natte omstandigheden, wat grote effecten kan hebben op biodiversiteit. En de waterkwaliteit vanwege de nutriënten. Hier rechts is een best wel ingewikkeld schema van een professor van de VU. En die beschrijft de belangrijkste schadelijke effecten van hydrologische veranderingen op natte ecosystemen op veengrond. Nou, ik wil het niet helemaal in detail bespreken, maar waarom ik me bij heb gezet is dat als er... Hier laat ik bijvoorbeeld zien als er een verandering is in de waterhuishouding, dus een daling van de grondwaterstand, een daling van de kwel, dan heb je diverse verschillende effecten en die effecten die hebben ook weer een soort van cascade effect. Dus je krijgt een drogere bodem, je krijgt een toename van het zuurstofgehalte, maar daardoor krijg je oxidatie en krijg je nutriënten die vrijkomen, krijg je vermesting, je krijgt verzuring, je krijgt een toename van de invloed van regenwater. Nou, zo kan je indirect en direct allerlei effecten krijgen op vegetatie. Dus afname van soorten die houden van vochtige bodems, van soorten die houden van zuurstofloze bodems, afname van soorten die houden van voedselarme bodems en afname van soorten die houden van basische bodems. Nou, dit is heel erg bekeken vanuit het perspectief van een nat ecosysteem. Maar ook voor andere ecosystemen zou je dit soort schema's kunnen proberen te maken. Maar het onderschrijft vooral dus dat waterkwantiteit en kwaliteit is heel erg van belang voor de biodiversiteit. Nou, daarnaast een stukje over biodiversiteit richting bodemleven en weidevogels. Waarom die twee? Nou, veenoxidatie of organische stofafbraak is een proces van het bodemleven. Als je dat wil beperken, dan kan je het bodemleven gaan beperken. Door bijvoorbeeld te vernatten, door te verzuren, te verzilten. Alleen weidevogels hebben juist belang bij een voldoende rijk, actief en divers bodemvoedselweb. Bijvoorbeeld om hun kuikens in het voorjaar groot te brengen.
En daarnaast is in een graslandecosysteem het bodemleven van belang voor het leveren van ecosysteemdiensten als productie, maar ook waterinfiltratie, et cetera. Het lijkt enige tegenstrijdigheid hierin in te kunnen zitten, als je het zo hoort. Maar aan de andere kant is er de hypothese dat maatregelen met behoud van melkveehouderij, maar met relatief hogere grondwaterpeilen, gunstig zouden kunnen uitpakken voor weidevogels. Onder andere omdat het voedsel dan wat meer boven in de bodem zit. Maar er zitten heel veel nuances aan eigenlijk. Dus ik heb ze hier achter gezet als vermits je een goede afstemming hebt met je management. Bijvoorbeeld kruidrijk grasland, voorweiden, mozaïekbeheer, eventueel extensivering. Maar dan moet het ook wel weer kunnen opgaan met een lage gewasdichtheid. Dus het is niet dat per definitie melkveehouderij met hogere paaien gunstig is voor weidevogels. Maar daar horen een heleboel mitsen en maren eigenlijk bij. Maar de basisboodschap is wel dat de haalbaarheid van de maatregelen, die worden mogelijk sterk bepaald door effecten op de geschiktheid als weidevogellocatie van de percelen waar je die maatregelen toepast. En het grondwaterpeil lijkt daarmee sterk sturend op de haalbaarheid vanwege het belang van die weidevogels en het belang van het proberen te remmen of te voorkomen van veenoxidatie. Dan een paar aspecten rondom biodiversiteit over waterleven en waterkwaliteit. Bijvoorbeeld, als je aan vernattende maatregelen denkt, dan betekent dat meestal een stijgende watervraag. Wat betekent dat de waterkwaliteit belangrijker wordt? En daarmee wordt dat een haalbaarheidsaspect, waterkwaliteit. Nou, enkele specifieke maatregelen, bijvoorbeeld als natuur, veemos, cranberry, vragen een veel betere waterkwaliteit. Een betere waterkwaliteit dan meestal in veeweidegebieden aanwezig is. Dat wisselt uiteraard heel erg per gebied. Dan praten we vooral over chemische waterkwaliteit. Aan de andere kant kunnen natuur en natte teelt juist op de langere termijn bijdragen aan het beperken van die emissies richting het water. En dus bijdragen aan een betere waterkwaliteit. En mogelijk meer bijdragen ten opzichte van veenweide. Omdat je mag verwachten dat je in dit soort systemen, afhankelijk van hoe je het opzet, de veenoxidatie verder zult beperken dan in een veenweide. En daarnaast is er ook het aspect van, we kijken ook veel naar helofieten binnen de natte teelt, dus lisdodden en riet. Die kunnen grote hoeveelheden nutriënten uit de bodem en het water filteren. Dus dat kan mogelijk ook op landschapsniveau een belangrijk aspect zijn rondom de haalbaarheid van maatregelen. Dus samenvattend is een voldoende waterkwaliteit enerzijds een voorwaarde voor maatregelen, vooral natuur en een aantal natte teelten. Anderzijds kunnen de maatregelen op termijn bijdragen aan die betere waterkwaliteit, dus het is lijkt een beetje kip en ei. Maar dat betekent vooral dat de waterkwaliteit en de watervraag en de schaal of de regio waarin je die maatregelen inpast of toepast, dat die hele combinatie ervan is eigenlijk een belangrijke voorwaarde voor de haalbaarheid of het succes van je klimaatmaatregelen. Het wordt makkelijker om een nutriëntenarme natte teelt ergens te organiseren als je een mogelijkheid hebt om daarvoor waterkwaliteit te verbeteren met andere maatregelen dan als je dat gewoon als een klein veldje tussen de melkveehouderij wilt zetten. Kom ik na biodiversiteit bij het derde thema, diergezondheid. Er zijn twee belangrijke aspecten die we hebben benoemd rondom diergezondheid. Het eerste is dat als je gaat vernatten, dan heb je een mogelijke ontwikkeling van habitats voor rundveeparasieten en ziekteverwekkers. De belangrijke daarvan zijn bijvoorbeeld leverbot, salmonella en knutten. Dan moet je denken aan blauwtong. Het wil niet zeggen dat als je gaat vernatten dat je meteen die ziekteverwekkers of parasieten krijgt, maar je creëert wel de habitat en mogelijk op lange termijn kunnen ze komen. Dus dat is direct de dierziekte of diergezondheidsaspecten, zeg maar. En daarnaast zijn er een aantal belangrijke hypothesen, rondom weerbaarheid en productiviteit als je gaat vernatten of vergaand vernatten binnen de melkveehouderij. Zo is de hypothese dat de botanische samenstelling van het gras verandert. Dat je mogelijk een lagere voederwaarde krijgt, waarmee je dus een effect krijgt op de
productiviteit van het melkveebedrijf ligt mogelijk ook omlaag. Een ander aspect is dat gras mogelijk moeilijker op te nemen is of te oogsten. Dit onder andere mogelijk door smakelijkheid, door die veranderende samenstelling en minder, vooral veranderende samenstelling. Maar ook mogelijk ook gewoon de toegankelijkheid van de bodem, dus de draagkracht, omdat die bodem vaker nat is. En er is een hypothese dat mogelijk kleinere, lichtere of robuustere rassen, koerassen, dus een dubbeldoelkoe, dat die beter te combineren zijn met een hoger grondwaterpeil. Nou, dit zijn bewuste hypotheses. Die worden nu op verschillende locaties onderzocht. Want we weten gewoon niet de precieze antwoorden hierop. Dat zijn wel belangrijke hypotheses voor de haalbaarheid van melkveehouderij met hogere pijlen. Nou, en dan kom ik als vierde thema bij het onderwerp milieuopgave en ambities. In het kort zijn er een aantal belangrijke opgaven en ambities. En dan laat ik even de huidige milieuregels buiten beschouwing. Daar hebben we in het rapport meer dingen over geschreven. Maar belangrijke ambities zijn onder andere de ambitie voor duurzaam bodembeheer, ambitie voor kringlooplandbouw. De kaderrichtlijn water is van belang, de vogel- en habitatrichtlijn. Nou, ik heb tussen haakjes gezet klimaatneutraal landgebruik. Omdat onze studie ging niet over broeikasgassen, dus ik heb daarom even tussen haakjes gezet. En er zijn vast nog meer, mogelijk ben ik niet compleet. En ik wilde er twee even uitlichten. Is dat aan de ene kant is er dus de ambitie van duurzaam bodembeheer. En wat dat dan precies betekent voor veenweiden is, voor zover bij ons bekend, niet duidelijk beschreven. Maar je zou het kunnen interpreteren, oké, als je het bodem duurzaam wil beheren, wil je dus minimaal een neutrale organische stofbalans, of je wilt je organische stof behouden, hè, dat je het veen niet kwijtraakt. Geen oxidatie meer, geen veenbodemdaling. Nou, als je dat wil, dan zit je waarschijnlijk eerder te denken aan relatief natte en nutriënte landgebruiksvormen. Omdat je anders alsnog veenoxidatie kunt houden. En dan zit je richting de extensievere vormen van natte teelten, zeer extensieve melkveehouderijen mogelijk. Of semi-natuur, hè, dus de hooilanden, natte hooilanden, of misschien wel moerasnatuur. En aan de andere kant hebben we de vogel- en habitatrichtlijn. En daarin is eigenlijk de bedoeling dat we de weidevogelhabitat behouden. En weidevogels hebben juist een belang bij een voldoende rijk en divers bodemleven. En dit gaat mogelijk wat makkelijker samen met een, of wat moeilijker samen met een op grote schaal nutriëntarm nat landgebruik. Dus de vraag is een beetje van waar zit zeg maar, het optimum tussen verschillende ambities. Dat is van belang om verder te onderzoeken om de haalbaarheid van diverse maatregelen richting milieuambities beter te kunnen beoordelen. En dus een belangrijke vraag is hoe pas je beide vogels in een voldoende duurzaam bodembeheer? En mogelijk moet je daarin ook keuzes maken, dat weten we nog niet. Hè. Dat was het eerste deel van mijn presentatie. Ik zit op een goed moment. Ik weet niet of er vragen zijn. Er zijn heel veel vragen, Jeroen. Maar die worden ondertussen ook al gelukkig beantwoord. Er zijn wat vragen ook specifiek over de matige klei en veen. Maar daar kom je misschien zo meteen nog wel even op als het over de effecten, specifiek over de maatregelen gaat. Hè? Er zijn ook wat vragen over de keuzes, landbewerking. Maar ik stel voor dat het zijn niet specifiek aan jou gerichte vragen. En voor een heel groot deel zijn ze ook al beantwoord. Okay. Dus de vraag is of er nu, naar aanleiding van het verhaal van Jeroen, specifieke vragen zijn op dat eerste deel. Hè, dus de op hoofdlijnen de neveneffecten op die vijf aspecten. Die vijf factoren. Nee. Nou, dan stel ik voor dat we naar het deel van de maatregelen gaan. En het verzoek ook, Jeroen, je loopt een heel klein beetje uit de tijd om het tweede deel iets beperkt te houden tot een minuut of 15. Oké, ik ga het proberen. Dankjewel, Jeroen. Ja. Het is overigens bijzonder interessant, hoor, dus ik zou nog uren naar je kunnen luisteren. Maar ik denk dat de meeste mensen om 11 uur weer een vervolgafspraak hebben. Ja. Degene die meer wil weten, het rapport staat op de site van het NLBV. Ja, zeker. Die link zullen we ook nog even in de chat zetten. En we zullen hem ook even nog nasturen. Ja.
Oké, okay, ga ik verder met de presentatie. Ik wilde eerst iets dieper ingaan op de groep vernattingsmaatregelen, waterinfiltratie met behoud van melkveehouderij. Nou, de maatregelen die daarvoor benoemd zijn door het NLBV zijn onder water- en drukdrainage, slootwaterpeilverhoging, een hoog zomerpeil, greppelinfiltratie, bevloeiing en beregening. Een paar dingetjes wilde ik zeggen over in de onderwaterdrainage en slootpeilverhoging is relatief het meest bekend, het meeste onderzoek naar gedaan. Er zijn meer metingen van en ook in modellen is daar meer van bekend. Met name rondom greppelinfiltratie, bevloeiing en beregening zijn nog meer vragen. Dus dan is de haalbaarheid daarvan, effecten op aspecten rondom haalbaarheid, is moeilijker in te schatten. Blijft onderstrepen dat de inzicht in de lokale uitgangssituatie is echt een belangrijke sleutel voor het inschatten van effecten. Dus hoe is de bodem, hoe is de mineralenlading, wat is de actuele veenoxidatie, hoe ziet de hydrologie in het gebied eruit, et cetera. Nou, wat we hebben gedaan is schema's maken en waarin we onderscheid maken tussen het effect van die maatregelen op korte en lange termijn. En dit is de korte termijn van die vernattingsmaatregelen met behoud van melkveehouderij. De maatregelengroep staat in het witte bolletje in het midden. En vervolgens hebben we voor die verschillende thema's aangegeven met kleuren van ja, zou het nou eens groen kunnen zijn, dan is het gunstiger. Oranje is neutraal of rood, dan is het een negatieve effect. En als er van deze bollen omheen staan met streepjes, dan raakt het ook aan beleidsambities of beleidsopgaven. Nou, bijvoorbeeld als je gaat vernatten, dus op korte termijn, dan verwacht je aan de ene kant een groen effect op de NC en S kringloop, want die oxidatie of die de bijdrage van veenoxidatie eraan gaat remmen. Alleen je krijgt een fosfaatmobilisatie afhankelijk van de omstandigheden. En die is negatief voor de waterkwaliteit en voor het waterleven. Daar zit ook een belangrijk beleidsaspect aan, dus de kaderrichtlijn water. Dus die hebben we rood gemaakt op korte termijn. Op korte termijn richting bodemleven verwacht je een neutraal tot mogelijk gunstig effect en niet een heel belangrijk effect. En de bodemleven linkt weer met bijvoorbeeld weidevogels en andere biodiversiteit. En dat zou dan ook neutraal tot mogelijk gunstig zijn, maar verwacht niet echt heel erg belangrijke negatieve aspecten. Wel creëer je mogelijk die habitats voor ziekteverwekkers, voor het vee. Dus dat hebben oranje tot rood gemaakt, de diergezondheid. En op het gebied van andere wetten, beleidsopgaven, zeg maar, ja, is groen tot rood. Aan de ene kant doe je heel veel dingen en rem je de veemineralisatie. Aan de andere kant is het de vraag bijvoorbeeld in hoeverre je toekomt aan een ambitie als duurzaam bodembeheer. Dus daarom is die deels groen en deels rood gemaakt. Nou, en wat schatten we dan als effect op lange termijn van dezelfde groep maatregelen? Want op lange termijn mag je verwachten dat die fosfaatmobilisatie, ja, die houdt een keer op, zeg maar. Er komt een nieuwe balans en het fosfaat is dan elders naartoe gegaan, zeg maar. En verdunt als het ware in de omgeving. Dus dan worden die effecten op die NCPS kringlopen groen tot oranje. En de effecten op de waterleven uiteindelijk ook. Groen tot oranje. Dus er zit vooral een korte termijn haalbaarheidsaspect of korter termijn op rondom fosfaat. Nou, en het bodemleven verwachten we geen grote effecten. En voor beide vogels, mits je de nuances rondom weidevogelbeheer goed in acht neemt. Dus weidevogelbeheer toepast in het management, dan zou dat ook neutraal tot gunstig kunnen zijn. Vooral verwacht je hier rondom die gezondheid. Moeilijkheden met die habitatvorming voor parasieten. En dus op lange termijn, ja, hoe duurzaam is je bodembeheer als je toch nog een zekere mate van ontwatering hebt? Dus vandaar dat we die rood hebben gemaakt. Nou, dat is in een vogelvlucht, zeg maar, hoe we tegen de vernattingsmaatregelen met melkveehouderij aankijken. En dan hebben we hetzelfde gedaan voor de alternatieven voor melkveehouderij. Dus het zijn natte teelten en natuur. Of paludicultuur kan je ook de natte teelten, worden natte teelten ook genoemd. Nou, de maatregelen die daarvoor waren benoemd door de NLBV zijn azolla, listelderiet, cranberry, gagel, veenmos of natuurontwikkeling. Nou, wat ik in het algemeen wat we daarover wilde zeggen is dat het is moeilijk om heel heldere conclusies hierover te trekken, omdat die teelten nogal verschillen onderling. Ze verschillen in nutriëntintensiteit en in ontwatering bijvoorbeeld. En dan heb je binnen de teelten nog gebruiksdoelverschillen. Je kan focussen op biomassaproductie, je kan focussen op ecosysteemdienst leveren. En je kan het ook gebruiken als een gewas
tussengewas richting natuurherstel. En daarmee zijn de verwachte neveneffecten dus ook nogal variabel. En belangrijke haalbaarheidsaspecten binnen deze groep zitten veelal rondom dat de kennis en ervaring vaak belemmerend is voor het starten en opschalen van dit soort teelten. Waterbeschikbaarheid en kwaliteit spelen met name bij de gewassen die veel water vragen en tegelijkertijd ook vooral ook een goede kwaliteit van water vragen. Dus vooral veenmos is een belangrijke cultuurontwikkeling en in mindere mate ook cranberry. En ook is een belangrijke vraag hierbij van hoe balanceer je nou die productieoptimalisatie met andere belangrijke ecosysteemdiensten van veengronden. Stel je wilt zoveel mogelijk biomassa van listwilden oogsten, hoe zit het dan met biodiversiteit? Als je een monocultuur van listwilden gaat maken, is misschien ook weer niet de bedoeling. En hier zit heel erg de vraag bij van is dit op lange termijn geschikt voor weidevogels? Beetje afhankelijk van de teelt, dus een rieten of listwilden lijkt daarin moeilijker dan bijvoorbeeld een open teelt als cranberry. Maar er zit ook heel erg het aspect bij van hoe je het in de omgeving ziet en in een regio. Hier heb ik ook weer de korte en lange termijn schema's van. Dus op korte termijn, als je gaat omschakelen naar natte natuur of semi-natuur, dan verwacht je eigenlijk net als bij de melkveehouderij een positief effect op de NC en S-kring lopen. Alleen kan dus mogelijk die fosfaatmobilisatie krijgen. Dat is negatief voor het waterleven en voor de waterkwaliteit. Daarnaast is het bodemleven hebben we neutraal tot ongunstig gemaakt. Want als je helemaal gaat vernatten, dan hou je eigenlijk geen bodemleven meer over, maar krijg je waterleven, zeg maar. Je krijgt daar een heel ander leven. Maar de vraag is dat erg? In ieder geval richting weidevogels zit daar een belangrijk aspect. Omdat je dus, als je helemaal gaat vernatten, dan krijg je heel andere insecten samenstelling bijvoorbeeld. En ook krijg je dichte gewassen bij dit soort teelten. Dus de weidevogels hebben ook neutraal tot ongunstig gemaakt hier. Tegelijkertijd kunnen natte teelten naast de melkveehouderijgebied ook een habitat zijn voor rundveeparasieten bijvoorbeeld of voor knutten. Dus die hebben oranje tot rood ook gemaakt. Op korte termijn hebben de wetten en beleidsprogramma's zowel groen als rood gemaakt, omdat je dus bijvoorbeeld zit met die fosfaatmobilisatie. Aan de andere kant mag je positieve effecten verwachten op andere bodemaspecten. En op langere termijn mag je dus weer verwachten dat die fosfaatmobilisatie zich wat op een nieuw equilibrium gaat vestigen. En dat je dus minder hoge fosfaatconcentratie in het systeem hebt. Waardoor dus die kringlopen oranje tot groen kunnen zijn en daarmee het waterleven ook. Het grootste knelpunt op langere termijn zit dan mogelijk vooral in biodiversiteit, met name richting die specifieke soorten als weidevogels. Wat doe je daarmee? En dus kunnen die wetten en beleidsopgaven kunnen groen tot oranje zijn. Alleen het blijft oranje, want die weidevogels kunnen een moeilijkheid zijn, afhankelijk van hoe je systeem werkt. Dat is zover over natte teelt en natte natuur. Wat ik nog wilde vertellen is dat je binnen natte natuur, binnen veennatuur eigenlijk een onderscheid kan maken tussen natuur en semi-natuur, noem ik het maar even. Dat is van belang, omdat het de haalbaarheidsaspecten nogal beïnvloedt. En dat versta ik onder natuur, veenvormende vegetatie, zoals veenmossen, moerasbossen. En semi-natuur wordt ook wel eens veenweidenatuur genoemd. Dat zijn bijvoorbeeld dottenbloemhooilanden, kamgrasweilanden, blauwgraslanden, dat soort graslandtypen. Maar er kan nog steeds een heel klein beetje verlies en inklinking van het veen zijn als gevolg van lichte drainage in dit soort systemen. Dat bepaalt wel heel erg. De veenvormende vegetaties die gaan echt voor het behoud van de bodem en deze mogelijk iets minder. En daarnaast binnen de natuur opties, mogelijkheden, is de haalbaarheid heel erg afhankelijk van de voedselrijkdom, historie van het landgebruik. Zoals blauwgraslanden zijn soms eigenlijk gewoon bijna niet te realiseren vanwege de fosfaattoestand onder andere van de bodem. Levende hoogveen is ook heel erg moeilijk, omdat je een groot aaneengesloten oppervlakte nodig hebt en de hoge je moet een veensysteem hebben buiten bereik van oppervlaktewater, dus regenwater gevoed. En
Aan de andere kant lijken juist die dotte bloemen, hooilanden, kamgraslanden, blauwgraslanden weer meer geschikt als weidevogellocatie. En die stellen mogelijk net wat lagere eisen dus aan die waterkwaliteit dan bijvoorbeeld een moerasnatuur. En de moerasnatuur is meer een habitat voor moerasvogels en mogelijk weer wat minder voor weidevogels. Dus daarom wilde ik die splits maken. Kom ik bij mijn samenvattend overzicht en conclusies van de hele studie. Dus als je kijkt naar de belangrijkste bevindingen van nou, in hoeverre, wat weten we nou van die puzzel en in hoeverre is die te leggen? Dan weten we best een heel aantal aspecten en in het rapport staan dingen meer in detail beschreven ook. Maar het is vooral van belang dus ook rekening te houden met de locatie en de uitgangssituatie op die locatie. Er zijn belangrijke effecten op korte en op lange termijn, terwijl de doelen zijn vaak op lange termijn. Dus de vraag is een beetje van zijn effecten op korte termijn dan acceptabel, zeg maar, als die negatief zijn, zoals fosfaatmobilisatie. Nou, mogelijk kan je dus een deel van die effecten ook wel weer compenseren. Dus je zou ook een gewas kunnen telen dat die fosfaat weer opneemt tijdens die mobiliserende periode, om het zo maar te noemen. En wat ik ook heb proberen aan te geven met die bollenschema's, dat is een zeer complexe samenhang van factoren. En er is een doorwerking en een interactie, dus ja, eigenlijk alles hangt met alles samen. Dus het is niet zomaar allemaal losse puzzelstukjes, maar het is een puzzel waarvan de stukjes een beetje aan elkaar hangen. En dan zeg maar de belangrijkste haalbaarheidsaspecten rondom vernatting, waterinfiltratie en melkveehouderij zitten dus op richting de nutriëntencycli, vooral op die korte termijn fosfaatmobilisatie. En richting beleidsopgaven rondom van wat is dan duurzaam bodembeheer, wat zijn effecten op waterkwaliteit en mogelijk iets minder op weidevogels, omdat je daar met aanvullende maatregelen mogelijk wel meer op kan sturen. En hier zitten belangrijke vragen rondom die habitatvorming van parasieten en de geschiktheid van veerassen. En die heb ik even geel gemaakt, want het zijn nog vragen, zeg maar. Bij de natte teelt of de alternatieven van melkveehouderij, ik zie dat u een klein beetje van de slide af is gevallen, heb je ook weer te maken met die fosfaatmobilisatie op korte termijn die kan spelen. Bij bijvoorbeeld azolla en listolle kan je intensievere teeltvormen bedenken, maar dan kunnen er ook weer grote verliezen zijn. En de vraag is een beetje van hoe past dat binnen doelen bijvoorbeeld. Hier is ook de bodem uitgangspunt van belang. Dus ook dat fosfaat, maar bijvoorbeeld ook stabiliteit zien we hier terugkomen. Niet over gehad, maar veenweidebodems zijn deels geoxideerd. En als je die gaat vernatten, dan hebben ze niet de stabiliteit zoals een natuurlijke veenbodem dat heeft. En dat kan een betekenis hebben voor bijvoorbeeld de oogstbaarheid van een gewas. Bij natte teelten en als veenmos en natte natuur en cranberry is waterkwaliteit een belangrijk haalbaarheidsaspect. En bij azolla speelt nog specifiek richting biodiversiteit het vormen van die azollamat. En dat wordt niet geassocieerd met, wordt geassocieerd met negatieve effecten op biodiversiteit. Ja, en als je kijkt naar de beleidsopgave, dan zit het vooral rond de natte natuur en de dichtere en nutriënten-extensievere teelten zitten vragen rondom weidevogels. En deels zitten hier ook vragen rondom waterkwaliteit en duurzaam bodembeheer. Hoe je dat nou, die bepalen daar ook de haalbaarheid. En dat was eigenlijk mijn verhaal voor vandaag. Dankjewel, Jeroen. Nou, er zijn ondertussen heel veel vragen ook binnengekomen. Ik wil er eigenlijk een paar met je doorlopen. Het is heel fijn hoe je het hebt samengevat ook nog. Hè, dat we ook even kunnen zien en vooral de complexiteit zit hem eigenlijk ook in de locatiespecifieke problemen en de historische belastingen en dat soort zaken. Hè. Dus het is complexer dan dat je kunt zeggen van het zit zo. Hè. In het verlengde daarvan, en die vraag is misschien al een beetje beantwoord, maar die is al twee keer toegesteld. Je maakt heel duidelijk onderscheid tussen korte en lange termijn. Kun je daar iets specifieker in zijn? Als het over fosfaatmobilisatie gaat, dan is het echt heel erg plaatsafhankelijk van wat is dan de lokale lading van fosfaat, zeg maar, in die bodem. Spelen ook andere factoren een rol, sulfaat en ijzer bijvoorbeeld. En ook van wat is dan de huidige ontwatering en naar welk waterpeil ga je toe, zeg maar. Dus
Ja, dat je onderzoekers antwoordt, dat hangt er af van. Ja. En ja, dus het kan enkele jaren of het kan heel lang spelen. Dus het hangt en van de historie af en van de maatregel af, hoor ik jou zeggen. Ja. Ja. Dat is misschien niet helemaal bevredigend, maar dat is dus wel hoe het nu hoe het zit. Er wordt ook gevraagd het verbeteren van waterkwaliteit op lange termijn. Is dat alleen mogelijk als de bemesting ook wordt verminderd? Of geldt het ook voor een regulier melkveehouderijsysteem? Dat durf ik niet exact te zeggen, want dat hangt. Ik weet niet. Nee, dat, volgens mij is daar niet voldoende over bekend om heel exact te zeggen van of dat past of niet binnen zeg maar, de lange termijn doelen. En je ziet nu dat er ja, sommige veenweidegebieden zijn, is de chemische waterkwaliteit wel op orde en andere weer niet. En volgens mij zitten we meer in de fase van onderzoek dat we nog aan het kijken zijn van wat is dan de bijdrage van wat en wat kunnen maatregelen betekenen voor die kwaliteit op dit moment. Ja, en dus ook eventueel of je dan iets met je bemesting zou, of je je beheer zou moeten aanpassen. Ja, bijvoorbeeld. Even hier hoor. Er worden ook wat vragen gesteld over de keten. Die kan ik denk ik niet aan bij Jeroen neerleggen, maar daar kan ik wel zelf even iets over zeggen. Wat goed is om nog eens te benadrukken, dat we binnen dit onderzoek, binnen het NOBV, vooral primair naar broeikasgassen, of eigenlijk naar broeikasgassen kijken alleen. En dat we met deze haalbaarheidsstudies een uitstapje hebben gemaakt naar allerlei andere haalbaarheidsaspecten, die we dus thematisch hebben gerubriceerd om het behapbaar te houden. Dus vragen over watervraag, bedrijfsvoering hebben we ook naar gekeken, maar in andere webinars. Die zijn of andere studies en dus ook in andere webinars besproken. Dus kijk die vooral ook nog even na, dat is één. En het tweede wat ik wilde zeggen, wat ook goed is om te vertellen, is dat er ondertussen ook allerlei pilots worden opgestart. Ik vond ook even een discussie plaats over klei en veen. Nou, er zijn heel veel dingen over. Wordt het klei in veen of klei op veen? Maar in ieder geval, de maatregel die nu onderzocht wordt, is klei in veen. En een aantal van die vragen die genoemd zijn, zijn dus nog openstaande onderzoeksvragen die ook in dat kader worden opgepakt. Dus dat is denk ik ook goed om even te melden. Ik zit even kijken. Is er dan een vraag die ik nog niet heb beantwoord? Er zijn al heel veel antwoorden gegeven. Beter maken, bemesting is genoemd. Lange termijn, korte termijn is genoemd. Zijn er nog andere vragen? Nieuwe vragen naar aanleiding van het laatste deel van het verhaal van Jeroen? Nee. Nee. Nou, Jeroen, dan, ja, als je terecht aangeeft, vond ik zelf wel een van de meest moeilijkste studies om te lezen, omdat daar zoveel, of misschien ook wel het minst bevredigend op dit moment. Hè. Het is goed om te weten wat er al is en wat er nog niet is, maar het is ook heel, je benadrukt nogmaals, en dat deed Frauke in de vorige webinar natuurlijk ook al, de noodzaak van locatiespecifiek het systeem goed in de vingers krijgen. Wat is historische belasting? Welke maatregel past hier daarbij? En wat zijn dan effecten? Waarbij je wel heel duidelijk aangeeft welke richtingen er zijn. Maar ook meteen de nuance aangeeft dat het dus korte termijn en lange termijn heel erg kan verschillen. En de mate van het effect ook kan verschillen afhankelijk van de situatie. Dus dat maakt het meteen misschien wel heel complex. Maar wel heel indrukwekkend wat jullie gedaan hebben. Dus dank. Ook Nick bedankt en Suzanne ook bedankt voor jullie mooie studie. En dan rest mij jullie allen heel erg te bedanken voor jullie tijd en aandacht. En nog even een paar te wijzen op een paar andere dingen. Meteen reclame te maken voor het laatste webinar. Ik noemde het in het begin al even. Volgende week woensdag op 9 juni om 10 uur hebben wij organiseren we het laatste webinar in deze haalbaarheidsserie. Het gaat over governance. En dan specifiek gaan we dan zoomen we wat in op het pijlbeheer. Het instrument pijlbesluit als instrument om in te zetten in het veenweidegebied. Dan is het goed om te melden dat we 7 juni, dus komende maandag, in het kader in de serie van de deelexpeditie van de broeikasgassen veenweide, dus echt over het NOBV, ingaan een deelexpeditie organiseren. En deze deelexpeditie gaat vooral in op de bodemprocessen en wat zijn dan de achtergronden, wat gebeurt er in die bodem dat ervoor zorgt dat er broeikasgassen ontstaan.
En hoe ze kun je die dan ook reduceren? Het is een Universiteit Utrecht en de kennis, het onderzoeksinstituut BeWare geven daar, delen daar hun kennis. En tot slot, wil je geïnformeerd blijven over het onderzoek, dan kun je je aanmelden voor nieuwsbrieven en je kunt de rapportages vinden op onze beide websites die hier staan. Of mail ons, dan reageren we altijd ook. En tot slot, iedereen krijgt natuurlijk nog een terugkijklink met de antwoord op de vragen. En nogmaals, allen hartelijk dank en hopelijk tot volgende week maandag of woensdag.